ERS, MGUH en MGUK zijn termen die je regelmatig hoort in de hedendaagse Formule 1. Maar dan is het ook wel een beetje leuk als je weet wat het een beetje inhoudt. Nou, dat gaan we je uitleggen in grote lijnen in deze nieuwe factchecker. Moderne Formule 1 auto's zijn als het ware wonderen der techniek. En op de meest innovatieve manieren probeert men in de Formule 1 aan vermogen te komen. De hybride aandrijflijn van de hedendaagse Formule 1 auto's is daarvan een voorbeeld. Men combineert vermogen uit de verbrandingsmotor met elektrisch vermogen. Toch zie je dat Formule 1 auto's niet met een stekker in het stopcontact in de pitbox staan. Dus waar komt dat elektrisch vermogen dan vandaan? Nou, daar komt de term ERS om de hoek kijken. ERS staat voor Energy Recovery System. ERS zorgt in grote lijnen voor dat de hitte van de uitlaatgassen en kinetische energie van de remmen wordt opgevangen en vervolgens weer wordt toegepast kan worden, zodat ze meer vermogen hebben. Onder het ERS vallen twee motor generator units, de MGUH en de MGUK. Ze hebben ieder vergelijkbaar, maar toch verschillende taken. Allereerst de MGUK. K staat voor kinetische energie. Kinetische energie die bij het remmen met de auto vrijkomt, wordt opgevangen en door de MGUK omgezet in elektriciteit. Het kan vervolgens opgeslagen worden in de energy store, oftewel gewoon de accu. De MGUK kan niet alleen kinetische energie omvormen naar elektriciteit, maar het kan ook weer van de opgeslagen energie omvormen naar kinetische energie. Die wordt dan aan de aandrijflijn afgegeven en zo kan de coureur tijdelijk meer vermogen uit de motor persen. De MGUH heeft een iets andere taak. De H staat namelijk voor hitte die afkomstig is van de uitlaatgassen bij de turbo. En dat wordt door de MGUH omgezet naar elektriciteit. Die elektriciteit die kan voor een aantal zaken gebruikt worden. Het kan, net zoals bij de MGUK, eerst in de energy storage worden opgeslagen. Maar het kan ook direct naar de MGUK gaan voor meer vermogen. Daarna kan het door de MGUH gegenereerde elektriciteit worden gebruikt voor de controle van de turbosnelheid en waar nodig het versnellen hiervan. Zonder een goed functionerende MGUH heb je dus ook minder aan de turbo. Allemaal is het een zeer belangrijke, maar ook wel een complexe techniek. Als je rijdt met een kapotte MGUK, zoals Daniel Ricciardo in 2018 in Monaco overkwam, merk je dat als coureur dan ook direct. En goed, dat was hem dan, de factchecker van deze week. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder en dan zie ik je weer bij een gloednieuwe video hier op GP Fans. Hoi!